Dit verhaaltje is over een jongen die een van onze samenkomsten bezocht. En die jongen die luisterde naar het evangelie van Jezus en die besloot om zijn hart aan Jezus te geven. En hij zei, ik geloof u, Heer. En de Heer Jezus die ging die avond met hem mee op de fiets naar zijn woning. En toen ze samen bij zijn huis aankwamen, deed die jongen de deur open. En hij zei tegen de Heer, Heer, vindt u het niet fantastisch dat u bij mij in huis mag komen wonen? En sterker nog, Heer, ik heb een plekje speciaal voor u bereid. Jezus die lachte en hij zei, dat is fantastisch, jongen, dat ik een plekje krijg in jouw hart en in jouw leven. Nou zegt hij, hier moeten we zijn. En if you need anything, just call me. Jezus zei, top. De volgende dag werd er aan de deur geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was aan de deur, was hij in shock. Het was de duivel. Hij zei, nee, Satan, ik heb niets meer met jou te maken, want ik heb mijn hart nu aan Jezus gegeven. Maar voordat hij het kon weerstaan, ging hij met zijn voet tussen de deur en trapte hij de deur open. En hij liet de jongen letterlijk alle hoeken van de kamer zien. De hele dag door was hij maar aan het treiteren en aan het pesten. En hij zei, je bent er niets nut en er komt niets van jou terecht. En je bent helemaal niemand, je stelt niets voor. En einde van de dag keek hij op zijn klok en zei hij zo, mijn tijd zit erop. Ik zie je morgen weer. Hij liet de jongen verslagen achter op de bank. En de jongen dacht na over wat er gebeurd was. Ineens dacht hij, hè, hoe kan dat nou? Jezus woont bij mij in huis. Waarom is hij niet gekomen om me te helpen? Dus hij ging zo snel als hij kon naar Jezus. Klopte aan de deur en zei, Heer, Heer, heeft u het niet gemerkt? En Jezus zei, wat is er? Hij zei, de duivel die was bij me vandaag op bezoek. En hij heeft me alle hoeken van de kamer laten zien. Maar waarom heeft u me niet geholpen? Jezus keek hem aan en hij glimlachte liefelijk. Hij zei, ja, ik heb me precies gehouden aan de plek die jij me gegeven hebt. Ik snap het. U heeft meer ruimte nodig, of niet? Weet je wat, zegt hij. Weet je wat, ik geef u gewoon de hele eerste verdieping. Wat dacht u daarvan? Vindt u dat niet mooi? Jezus die lachte en die zei, dat is fantastisch. Dank je wel. Volgende dag werd er opnieuw aan de deur geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was. Oh nee! Het was opnieuw de duivel en hij kwam binnen. En opnieuw, net als de dag ervoor, liet hem alle hoeken van de kamer zien. Aan het einde van de dag keek de duivel opnieuw op zijn klokje. En zei hij zo, mijn dag zit er weer op. Ik zie jou morgen wel. Ah, verslagen, rende de jongen naar boven. Hij zei, ja, Heer, wat is het nou? Ik geef u een hele verdieping. En de duivel kwam en die kwam me pesten en doen. En waar bent u nou? En Jezus glimlacht en zegt, ja. Hij zegt, ik hou me precies aan de ruimte die jij me gegeven hebt. Oh, zei hij, ik denk dat ik het snap. Ik denk dat ik het snap. U heeft nog meer ruimte nodig. Weet je wat? Ik geef u de hele benedenverdieping. En ik geef u de eerste verdieping. En één klein zolderkamertje hou ik dan voor mezelf. Dat is my little space. De volgende dag werd er op het raam van de zolderkamer geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was. Je raadt het al. Oh nee, de duivel. En ik kwam binnen in het kleine zolderkamertje van die jongen. En de hele dag, alle hoeken van de kamer bekeken. Uitgeput, liet hij hem achter. En de jongen die rende naar beneden. Hij zei, Heer, ook in mijn kleine zolderkamertje was de duivel. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? En de Heer Jezus die keek die jongen liefelijk aan. En hij zei, ja. Hij zegt, ik hou me precies aan de plek die jij me geeft. Oh, zei die jongen. Hij zei, ik denk dat ik het begin te begrijpen. U heeft nog meer ruimte nodig, of niet? De Heer Jezus die glimlachte. Hij zei, zullen we het dan zo doen, zegt hij, dat u de huiseigenaar wordt en dat ik bij u kom wonen. En de Heer Jezus die keek hem aan en die zei, now we're talking. En de jongen die ging snel zijn sleutels halen en hij boog heel diep voorover. En hij zei, Heer, ik hou niets meer terug voor u en ik geef alles aan u. U wordt de eigenaar van mijn huis. De Heer Jezus glimlachte, nam ze aan en hij zei, jongen, je kan gaan en staan waar je wil, maar deze keer, I will take care of business. Nou, de volgende morgen werd er opnieuw aan de deur geklopt. Alleen deze keer ging Jezus de deur open doen. Toen de duivel Jezus zag, schrok hij. Huh? Hij zei, o Heer, hij maakte een hele diepe buiging. Het spijt me. Ik denk dat ik aan het verkeerde adres ben.